Goedemorgen deze morgen. Het is alweer vandaag 1 februari 2018. Het gaat snel. Het is nu net 7:15. Ik ga eventjes met de hondjes eventjes parken in. Eventjes dat ze kunnen rennen en doen. Want om 9 uur heb ik alweer mijn schoonmaak, schoonvervoer. Dus ja, maar ik neem jullie wel gezellig mee. Want ook om het, ik moet ook gewoon op tijd weg. Want ik heb een fotoshoot die ik moet gaan doen. Dus ja, ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst vandaag. Nou, ik ben even lekker eventjes op locatie geweest om foto's te maken. Voor een hele goede vriendin, eigenlijk nu van mij. Die is zelf relatietherapeut. Dus ik ben dus nu eventjes bij de bloemenveiling. En dus ik ben eventjes lekker een bakje gedaan en mooie goede foto's gemaakt. Dus het is even afwachten hoe en wat. En dan hoor ik het wel weer. En dan misschien binnenkort nog een leuk promo filmpje maken voor haar website. Dus ja, ik ga dus nu weer lekker naar huis. En dan zien jullie mij weer lekker thuis weer. Nou, ik hoor trouwens al de Zulu weer in de lucht hangen hier ook. Nou, ik ben nou net thuis. Net ongeveer 10 minuten of zo. Ja, want ik had gelukkig geen tegenwind, maar ik moest even, ik wou even Ro even tegemoet rijden op de fiets. Want hij moest eventjes naar de lokale supermarkt, de Aldi genaamd Aldi. Ja. Dus ja, dus daar moest hij even wat het een en het ander halen en ik ook, want daar is wel het een en het ander lekker. Ik heb ook wat gekocht, alleen dat is nog niet boven, maar dat moet ik nog even zo meteen naar boven halen. Maar oké, maakt helemaal niet uit. Ik ben nu weer even aan het wandelen met de doggies. Ja, ik heb ook Roderick nu trouwens in mijn telefoon. Nou, niet in mijn telefoon. Maar in mijn oortjes. En daar horen jullie sirene gaan. Je hebt kans dat Max mee gaat joelen. Hoeft niet, kan wel. Oké, ja, top. Doe je helemaal goed. Helemaal top. Nee, en dit is een hele blauwe Zulu, maar die kunnen jullie niet zien. Denk ik. Hele blauwe. Nee, die kunnen jullie niet zien. Maar oké. Nee. Maar hoe vonden jullie mijn langste vlog ooit? Van 3 uur en 48 minuten. Vind je die leuk? Laat even sowieso ook eventjes een leuke comment achter. Ja. Nou, en daar was ik weer. Ja, ik loop nog steeds lekker buiten en met mijn twee dames. Wat jullie wel lekker kunnen zien. Ja. Ik ga nu even richting huis. En dan, ik ga ze even thuis weer even afdumpelen. Ja, en dan gaan we eventjes met Ro en Maxa even richting Hoogavlieta. Ja, richting Hoogavlieta. Ja, precies daar. Ja, dus ik neem jullie gewoon weer even gezellig een stukje mee. Alleen helaas, want we hebben gezegd, we mogen niet vloggen in het winkelcentrum. Nee, jongen. Dat is jammer. Ja, dat is jammer. Ik ga huilen. Nou, het is een beetje donker, ik weet het. Ja, maar ik ga zo eerst even lekker goede tijden kijken. En ik ga eventjes daarna de spa kijken. En daarna ga ik even lopen met hun. Ja. Maar het is niet echt een hele lange vlog geworden. Maar oké, maakt niet uit. Morgen weer een dag. Maar ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En vind je deze vlog nou leuk? Zou zeggen. Gewoon alles doen wat ik anders ook altijd zeg. Die blauwe duim. Zo, dit is even een stuk beter. Want ik had net ook al een vlogje opgenomen. Maar hij wou dus niet meer verder filmen. Want hij ging uit. Dus ik denk, nou dan doe ik maar eventjes in de pauze van goede tijden. Want ja, ik kijk altijd lekker vooruit. Na goede tijden dan om 11:30 is de spa. Dus rond 12 uur ga ik met die eventjes naar de deur en de andere deur toe. Kunnen ze even lekker hun ding doen. En dan zou ik altijd, net zoals anders, altijd zeggen, vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, gewoon dat duimpje doen. Abonneer gewoon eventjes.
Want dan blijf je gewoon sowieso op de hoogte. En als je het leuk zou vinden, doe dat belletje aan. Het is niet zo'n hele lange vlog. Maar ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot mijn volgende vlog maar weer.